MTK gaan we eigenlijk 2 weken lang een beetje een kijk krijgen in de medische wereld, maar dan op militair vlak. Dus we gaan eigenlijk technieken leren die vooral toegepast worden binnen defensie. We gaan de medische keten leren, dus vanaf point of injury totdat de patiënt volledig geëvacueerd wordt naar een hospitaal. Est-ce qu'être médecin et militaire c'est contradictoire? Pour moi, pas du tout. Je trouve que ça se complète plutôt bien. Il ne faut pas oublier que dans un contexte militaire, le médecin il est là pour soigner et sauver des vies, que ce soit du côté ami ou ennemi. Geneeskunde is dat ik eigenlijk al langer wil doen. Dus de reden dat ik voor defensie gekozen heb, is omdat het eigenlijk een heel avontuurlijke job is. Mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en eigenlijk opportuniteiten die je niet zou hebben in een gewoon normaal ziekenhuis. Faire médecine à l'armée, c'est l'opportunité d'une vie.